Hey Lois, ik ben 16 jaar oud en iedereen van mijn klas heeft borsten en ik niet. Lijkt ik wel. Ik ben nog steeds ook zoekende. Als je beste vriendinnen bent, dan hoor je niet eens druk te maken. Dan zeg je alles tegen elkaar. Er is wel een moment dat je er meer gaat waarderen van hoe je eruit ziet. Esme gaat lezen. Oké. Okay. Hey Lois, ja. Hi, leuk jullie kijken naar de film van Lois Paperkamp. Hallo jongens, ik ben vandaag met een gast genaamd, is het nou Esme of Esme Joanna? Het is Esme, maar voor jou is Esme Joanna. En voor jullie ook. Nee, gewoon weer. We gaan vandaag een nieuwe adviesvideo filmen voor jullie. Yes. En ja, ik hoop dat Esme hele wijze woorden heeft voor jullie, want ik weet niet of ik het ga lukken vandaag. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om... Het is anoniem altijd, ik ga geen namen in beeld zetten of zo jongens. Gewoon anoniem. Vergeet niet alvast even te abonneren en een duimpje omhoog te doen en kijk vooral verder. Ik doe dus meestal om de beurt voorlezen. Dus sinds jij de gast bent. Ik plak ook echt aan jouw been. Ja, ik voel het wel. We plakken aan elkaar. Esme gaat lezen. Oké. Okay. Hey Lois. Ja, nee. Hou jij maar vast. Nee, dat is raar. Hou vast. Dat vind ik zo. Hey Lois. Ik ben 16 jaar oud en iedereen van mijn klas heeft borsten en ik niet. Lijkt ik wel. Ik ben nog steeds ook zoekende. Mijn moeder ook niet en ik ben al 3 jaar ongesteld. Dus ik schrik dat ik ook nooit zou krijgen. Jongens van mij zitten ook grapjes te maken erover. Heb jij tips om je borsten groter te laten lijken? Om me minder onzeker te voelen? Een manier te vinden om het te reageren op de jongens? Groetjes. Nou. Ik voel hem gelijk, hè. Je hebt een zieke push-up BH's, jongens. Ik heb het laatst een gepast en het was echt XXL push-up, whatever. Het was gewoon kussens. Nou, dat werkt wel weer. Dat werkt echt fantastisch. Dus dat is denk ik de meest praktische manier om het op te lossen voor nu. Ja, maar sowieso wil ik wel bij zeggen, doe je dit voor jezelf of doe je het voor hun? Want als je het voor hun doet, zou ik er lekker niks aan doen als jij tevreden bent. Ik bedoel, zelf heb ik ook niet zo heel erg veel. Ik ook niet. En, hè? Zijn we blij? Hey! Ja, ik ben er best content mee nu. Je moet nooit zoiets alleen voor de jongens doen. Voor iemand anders, überhaupt. En ik denk vooral, gooi er gewoon lekkere opmerkingen uit van, ze zijn nog altijd groter dan die van jou. En als je echt een grote moet hebben, zeg, ze zijn altijd groter dan die van je moeder. Want dan heb je ze en dan zijn ze stil en dan zeggen ze het nooit meer. Sowieso, je bent 16, dus het kan altijd nog komen. En als het niet komt, er is wel een moment dat je er meer gaat waarderen van hoe je eruit ziet. Dus waarschijnlijk niet nu, want je bent 16. Ja. Ik was ook echt... Godver, ik heb geen tieten. Yeah. Toen ik 16 was, vond ik ook echt heel vervelend. Maar uiteindelijk, weet je, of het komt later, want je bent nog 16, er is nog tijd om te groeien. En ja, omdat jouw... Ze is echt nog heel jong. Ja, en omdat je moeder niet zoveel borsten heeft, ze zegt dat ze geen borsten heeft, geloof ik niet. Waarschijnlijk heeft ze gewoon een wat subtielere cup. Betekent ook niet meteen dat jij hetzelfde cupmaat krijgt als je moeder, want je bent toch anders. En ja. Het is niet automatisch hetzelfde. Het kan natuurlijk wel zijn dat je een beetje dezelfde vorm hebt als je moeder, maar dat is gewoon afwachten. En je moet inderdaad niet zo... aantrekken voor anderen. Nee, als je het alleen al voor de jongens doet, moet je helemaal niet zorgen dat ze groter lijken. En bedoel, het zijn 16-jarige jongens. Ja joh, en blijkbaar vinden ze je heel erg leuk als ze je zoveel aandacht geven. Je kan erop ingaan op een goede manier, of je moet gewoon negeren, denk Daarom. Ik. En alsnog, kleine tieten. Zijn mooi. Embrace them. Volgens mij is het jaar van de kleine tieten, noem ik het. Ja, daarom. Dus. En weet je, als je heel veel borsten hebt, ik hoor dat je alleen maar pijn hebt, klachten, rug, door je rug gaan. Allemaal ellende. Verschrikkelijk. Dure BH's. Doe je het voor jezelf, doe lekker een push-up BH aan. Als je dat fijn vindt inderdaad, dan is dat een hele makkelijke, want het gooit alles omhoog, wat er ook al niet zou zijn. Het gaat toch omhoog en het ziet er op zich best wel mooi uit. Het komt wel, je bent nog 16. Daarom, weet je, heel vaak hoor je dat het nog later komt. Geeft echt tijd. 19, 20, 21, ik ben 20, ik heb nog steeds de hoop dat ze een beetje groter gaan worden. Ik zit ook nog steeds, jongens. Wanneer gaan die Kom iets nou. Doen? Ja. Komt goed. Het komt echt goed. En als het uiteindelijk dus niet komt, we're doing fine. You'll survive als je uiteindelijk een kleine cup hebt. Kijk naar ons, het komt wel goed. Hey Lois, ik zit best met een struggle, want ik vind een jongen leuk. En voordat ik dat had gezegd, deed hij heel aardig en zo. Maar nu negeert hij me volledig. Weet je wat ik kan doen? Heeft ze het gezegd tegen hem? Ze heeft gezegd dat ze hem leuk vond. En voordat ze dat had gezegd, deed hij heel aardig. En nadat ze dat had gezegd, deed hij afstandelijk. Het kan twee dingen betekenen. Ja, het is het uiterste of het uiterste. Mm-hmm. Dus. Snap je? Hij vindt je of echt heel erg leuk. En hij is helemaal verlegen en weet niet wat hij ermee aan moet. Of gewoon heel hard, hij vindt je niet leuk. En hij weet niet wat hij ermee aan moet. Ja, en misschien vindt hij het, weet je, als hij je echt heel kut had gevonden, bij wijze van spreken, dan had hij heel naar tegen je kunnen doen. Maar misschien vindt hij je dan toch op de een of andere manier een heel lief en leuk persoon. Of hij zag het niet aankomen of zo en weet gewoon niet zo goed wat hij er nu aan moet. Ja, en vindt hij je wel heel erg leuk. Dus eigenlijk, we kunnen wel dingetjes zeggen, maar ik denk dat het meer aan jou is, dat je dat een beetje moet gaan uitzoeken. En misschien moet je gewoon heel duidelijk het gewoon een keer vragen. Ja, van hey, ik heb verteld hoe ik me voel en ik weet nu niet zo goed hoe jij je erbij voelt. Hey, vind je me lekker of vind je het niet?
klaar. Nee. Duidelijk. Maar eigenlijk is dat wel het enige wat we eigenlijk mee kunnen geven. Vraag het. En je moet er zelf eigenlijk achter komen. Dat is de enige manier. Maar je kan er wel omheen gaan draaien en een beetje hints gaan gooien. En een beetje proberen aandacht te zoeken of zo. Maar dan wordt het alleen maar vager. Dus gewoon vragen inderdaad. En als je dat te eng vindt, dan kan je het laten. En dan zie je wel hoe het uiteindelijk loopt. Geen hand vol, maar een land vol. Ik heb een vriendin en ik had daar een tijdje ruzie mee. Maar nu is alles weer goed. Alleen doet ze steeds heel erg bitchy. En krijgt ze alles af wat ik doe. Zoals mijn gezang. En mijn stijl en dat soort shit. Maar mijn mening is dat een vriendin, je moet steunen wat je ook doet. En tuurlijk mag je eerlijk zijn, maar zo bot hoeft toch niet. Anyway, zeker. Ik durf dus niet tegen haar te zeggen, omdat ik dan bang ben dat we weer ruzie krijgen. Kan je please helpen? Ik vind dat je helemaal gelijk hebt dat vriendinnen elkaar moeten steunen en moeten... Hoe noem je dat? Ja. Embrace en alles. Denk, het meest logische verklaring is dat ze een beetje jaloers is. Ja. En dat ze jou onzeker wilt laten maken omdat ze zelf onzeker is. Misschien is het soort van een beetje op hetzelfde niveau wil brengen, zeg maar, van hoe zij zich voelt. Mm-hmm. Misschien is ze jaloers op je zangkunsten. Misschien is ze jaloers op hoe je eigen stijl hebt en heeft zij dat niet. Waarschijnlijk is dat het. Dat sowieso. Wat jij nu zegt, wat ze zei met haar gezang, waarschijnlijk kan je gewoon fucking goed zingen. Ja. Ik kan je vertellen uit ervaring, ik heb precies hetzelfde gehad. Mensen deden altijd zo kut, ik zing ook. En altijd afkraken en oh, je bent zo apart. En vooral als je beste vriendin dat zegt, yes, weet ik niet heel zeker of het... Geen beste vriendin. Nee, dat dus. Uiteindelijk, je moet je gewoon scheid en hebben je eigen weg gaan. Laat zien wat je kan. En straks willen ze allemaal je vriendin zijn. Het beste is om wel gewoon haar te confronteren. Het ligt natuurlijk ook aan wat jij wilt. Van, nou, wil ik zo iemand dan nog bevriend hebben? Of vind ik er toch, weet je wel, is er toch iets in die vriendschap dat je wel wilt behouden? Ik weet niet. Als je beste vriendinnen bent, dan hoor je niet eens druk te maken. Dan true, zeg je alles tegen elkaar. Ja. En dan natuurlijk, je hoort je wel eens irriteren aan elkaar. Maar zodra er... jaloezie komt en dan op een nare manier dat je de ander negatief gaat benaderen, ga ik mezelf afvragen of zij wel jouw beste vriendin is. Maar dat is alsnog, hè, daar moet je zelf achter komen. Ja, weet je, dit was misschien tijdelijk je beste vriendin, maar er komt echt wel weer iemand anders voorbij waarmee je klikt. Iemand die misschien veel meer jou positief omhoog brengt, zeg maar. Mm-hmm. Jouw compliment geeft omdat ze jou gewoon een topwijf vindt. En dat is die vriendin van nu niet. Dus eigenlijk moet je gewoon zo snel mogelijk alle toxic mensen uit je leven... gooien. Dat is eigenlijk daarom, je kan beter, beter heel weinig haar hele dan goede met vriendinnen haar, hebben dan mensen die je ook negatief beïnvloeden. Want daar word je zelf ook niet heel erg gelukkig van. Maar weet in ieder geval dat jij niks fout doet in de situatie. Doe gewoon lekker je ding. Blijf lekker zingen. Doe leuk je kleding aan zoals je het nu doet. Dat maakt jou own wie it. Jij bent. Ja, en wat zij ervan te zeggen heeft, moet je eigenlijk helemaal niet over nadenken. Wat natuurlijk lastig is. Maar niet doen. Laat dit aan haar zien. Het ligt aan haar. Het heeft meer met haar te maken dan met jou. Het is haar onzekerheid. Zij voelt zich waarschijnlijk vervelend. Dus dat is voornamelijk ook. Dan kan je misschien ook meer van je afzetten. Van het gaat niet om mij. En verander niks aan jezelf alsjeblieft. Nee. Een persoon kan niet naar je meeting, maar wil wel. Alles op alles zetten om te komen of naar je eerste geplande afspraak. Ja, ik krijg wel vaak van mijn moeder mee van dat je wel... je moet wel je afspraken nakomen. Ik heb ook heel vaak dat soort dingen gehad. Ga ik naar een verjaardag of ga ik naar het concert waar ik ineens spontaan heen kan? Moraal. Mm-hmm. Wat is het moraal hier? Concert. Verjaardag is uiteindelijk, weet je wel... Ja, het is toch een soort van... Ga je voor jezelf kiezen? Ga je voor dit keer voor de vriendin van de verjaardag? Weet je wel, dat soort dingen. Dus uiteindelijk komt het aan jezelf uit van waar ga ik het meeste uithalen. Maar soms heb ik dan ook van dan kies ik voor het een en voel me daar slecht over omdat ik dan het andere laat zitten. Ja, dus heb je, maar net zoals met zo'n concert heb je natuurlijk, want dat had je natuurlijk toen ook met Jason Mraz. Toch? Ja. Maar dan heb je veel. True. Dat is gewoon een hele kleine kans die je moet pakken. Dus dan denk ik, weet niet, ga je vaker meetings houden? Sowieso. Vast wel. Je moet kijken zelf waar je je beter bij voelt. Maar ik snap natuurlijk dat je naar deze meid wil komen. Dus ik wil zeggen, wat jij zegt is inderdaad ook waar. Ik ben ook meestal wel een do-gooder. Dus ik wil ook niet mensen teleurstellen als ik iets kies, zeg maar. Ik zeg altijd, doe waar je je goed bij voelt. Heb je twee dingen, zoek het uit, ik weet niet. Ik ben 16 en ik heb nog nooit een relatie gehad, nog nooit verliefd geweest en nog nooit seks gehad of gezoend. Dit vind ik niet erg en ik heb er ook nog geen behoefte aan. Alleen al mijn vriendinnen hebben het wel al gedaan en hoor ik al die verhalen van hun aan. Soms kan ik best irritant zijn omdat ik er niet over kan meepraten. Heb je tips? Sowieso, ga niks doen of forceren als je er zelf nog geen behoefte... Ja, sorry. Oh nee! Praat verder. Ah, zodat je wel mee kan praten. Bedoel ja, ik? Snap je? Ja. Je moet niet iets doen omdat hun het wel hebben. En ik bedoel, ik vind het ook altijd wel wat hebben als je het nog niet hebt gedaan. Soort van als je het bewaart.
Ja. Voor het juiste persoon. Dan ben je best wel een voorbeeld voor vele mensen, vind ik. Maar wat je in de situatie zelf kan doen, luister lekker mee. Als je het toch niet erg vindt dat je nog niet die ervaring hebt, boeien. Kan je leuk naar die verhalen luisteren. Doe je ook nog wat dingen op, zeg maar. Blijft het spannend. Precies. Hoor je een beetje van de anderen hoe het gaat en hoe het niet gaat. En wat allemaal vervelend is en wat leuk is. Kan je de tips uit ophalen. En als je het gesprek zat bent, dan begin je lekker over iets anders. En dan ga je daarover lullen. En dan heb je dat opgelost, denk Daarom. Ik. Daarom. Toch? Ja. Ja. Daarnaast heb ik iets wat Lois dan niet weet. Ik wil iets zeggen in je video. Oh god. En dat is, we zijn voor Lois op zoek naar een leuke vriend. En ze valt op blond, maar klein, maximaal 1,60. Oh ja. Het liefst iemand die gewoon in de horeca werkt, zoiets toch? Ben jij zo iemand, maximaal 18 jaar oud, ze houdt van jonkies. Ja, een beetje tussen 15 en 18. Laat even een comment hieronder weten. Ben jij leuk? Of stuur mij even een berichtje. En dan fix ik dit voor jou. De volgende keer maak ik een video en dan ga je speeddaten. Het is verschrikkelijk dit. Oké, neem maar even terug. Waar val je dan op? Lang. Ja. Dat is ook kort, omdat je even lang Even denken. Bent. Ja, tot nu toe ben je blond en licht. Oh, ik had blond toch wel? Dat is op zich. En blond en maar ik val ook op bruin. Ja, ik val ook op donker haar. Dus je wilt eigenlijk dat iemand licht tint is? Of bruin en dan met blond haar. Nee. Oh. Het varieert gewoon. Ik heb soms dan. Ik heb toch best wel veel jongens leuk gevonden die blond haar hadden uiteindelijk. Maar ik vind ook jongens leuk met donkerblond haar. Dus het ligt ook gewoon een beetje aan of iemand knap is en dan moet het ook leuk van binnen zijn en dan. Ja, tuurlijk. Nee, alleen maar modellen. Met sixpack. Nee, ik geef daar eigenlijk helemaal niet om, hè? Jij wel? Om wat, zeg maar, sixpack? Ja, ik val meestal dus op lange, slanke. Nou ja, ik kwam er dus ook pas laatst achter dat mijn vriend gewoon echt een charming koe is. Het zie je niet altijd gelijk. Ik zeg altijd van je moet even wat meer spierballen krijgen. Scharminkel. Ik ben ook een scharminkel. Thanks it, Esmee, voor je oproep. Ik ben benieuwd of er wat dus uitkomt. Dus ja, laat even wat weten als je jezelf aangesproken voelt. Help. Oké, we sluiten hem hierbij af. Ja, duimpje omhoog. Helemaal abonneren. Ja, inderdaad. Duimpje omhoog. Vergeet niet op Esmee de kanaal te kijken. En ook bij mij te abonneren, of course. En dan hoop ik dat jullie wat hadden aan de adviezen die we hebben gegeven. En dan zien jullie zo weer. Doei! Doei! Hey girl, come set the back up, man.